Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag, 27 augustus 2015. Het is het bulletin van donderdag. De South Sussex Raynet Group, ondersteund door leden van South Kent Raynet, hebben afgelopen weekend geholpen met de communicatie rond het vliegtuigongeluk bij de vliegshow in Shoreham, nabij Brighton. Raynet is een Engelse organisatie vergelijkbaar met Daris hier. De amateurs waren zowel zaterdag actief als met een kleinere groep op maandag, aldus southgateasc.org. Behalve de vreugde over de komst van de 5 MHz band, moeten amateurs het ook doen met de komst van het gebruik voor drones van de toch al geplaagde 13 cm band. In een artikel op Veron.nl stelt Veron dat drones niet thuis horen in de 13 cm band, daarmee doelend op de risico's als een drone in bijvoorbeeld een woonwijk onbestuurbaar zou raken. Veron geeft erbij aan om graag met de overheid om tafel te willen gaan zitten voor het zoeken naar geschikte frequenties voor dit doel. Laten we hopen dat het dan niet in een amateurband is. Op de website sdrzone.com is verder een review te vinden van de Sun SDR 2 Pro zendontvanger. Interessante en ongebruikelijke eigenschappen, zo concludeert Zulu Lima 3 Delta Whisky. Zo werkt de zendontvanger op HF, maar hij stopt niet bij 30 MHz. Hij gaat in plaats daarvan door tot 80 MHz en op VHF tot 160. Je kunt verder naar 4 VFO's tegelijk luisteren in twee banden. Wanneer je een Mars-fanaat bent, dan kun je meedoen met de volgende reis naar Mars van NASA door je naam en amateurroepnaam toe te voegen aan een speciale chip die naar de rode planeet gaat, aan boord van NASA's InSight Mars Lander die gepland staat om volgend jaar naar Mars te gaan. Volgens Jim Green, directeur planeetwetenschappen bij NASA, kun je door van deze gelegenheid om je naam met het ruimteschip mee te sturen gebruik te maken, laten zien dat je meedoet met deze reis en ook met de toekomst van het ruimteonderzoek. In 2014 was er een soortgelijke uitnodiging voor de Orion testvlucht. Tot nu toe zijn er 365.000 instapbewijzen voor die vlucht geregistreerd. Vanaf aanstaande zaterdagochtend zijn de reguliere programma's van NPO Radio 5 niet meer te horen via de middengolf. Dit meldt de website radio-tv-nederland.nl die alle nieuwtjes over de legale omroepszenders in Nederland verzamelt. In de laatste dagen van het bestaan van de NPO publieke omroep op AM middengolven 747 en 1251, die laatste staat in Limburg, zal NPO Radio 5 een apart programma uitzenden waarin de luisteraar wordt gewezen op alternatieve manieren om naar de programma's van de zender te kunnen blijven luisteren. De reguliere programmering blijft gewoon via kabel, DHB Plus en internet te beluisteren. Er zijn diverse alternatieven voor het AM-signaal. De omroepen hebben een speciale pagina met vragen en antwoorden in het leven geroepen. Daarnaast kunnen luisteraars dagelijks tussen 7 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds bellen naar de AM-helpdesk op 0800 0900 500. En ja, in september worden er dan dus geen programma's meer van de publieke omroepen op de middengolf uitgezonden en worden de middengolfzenders definitief afgeschakeld. Wel blijven meerdere doelgroepzenders op de middengolf in de lucht, waaronder Fahon nabij Den Haag en de Mighty KBC in het noorden. Ook zijn er nog enkele frequenties beschikbaar voor dit soort doelgroepzenders. In de Verenigde Staten en de Cariben is momenteel sprake van het hurricane seizoen. In dat deel van de wereld zijn de volgende frequenties in gebruik. Caribisch gebied 7162 en 3815 kHz en daarnaast 7036 kHz. Caribische noodfrequentie is 14.185. Dominicaanse Republiek gebruikt 7064 en 3780 kHz. Cuba gebruikt 7045, 7080, 7110 en 3740 kHz. Centraal-Amerika 7090, 3750 kHz. Nicaragua 7098 kHz. Guatemala 7075 kHz, Panama 7085 kHz, Mexico 7060 en 3690 kHz. En verder in de Verenigde Staten, het Maritime Mobile Service Net is op 14.3, het Hurricane Watch Net is op 14.325 en het Salvation Army Team Emergency Network, Saturn, het netwerk van het leger des Heils dus, is op 14.265 MHz. Het zijn er een hoop, maar let op als je deze frequenties gebruikt of je geen noodverkeer in de weg zit of houd deze liever toch zoveel mogelijk vrij. Lijstje met de frequenties is ook te vinden op panelete.nl. Daily Minutes is daily at 1700 UTC on 6005 and 7310 kHz and 5 minutes later on the PI2 NOS repeater system. Next day there are reruns 800 UTC on 7310 kHz, 830 UTC on PI2 NOS and 1230 UTC on 9560 kHz. Mail address is delta x-ray at x-raydeltavictor.mikeecho.